Een mooie, goedkope manier om dan je single die in de zomer eigenlijk al op de radio was, toch nog even door te trekken naar, naar het eind van het jaar. Zo gaan die dingen. Alles wordt kerst met zo'n ding. Met zo'n ding, absoluut. Oh ja. Hey, mij, even alle gekheid op een stokje. Alle kerstheid op een stokje. De toekomst, onze laatste single, dat was een beetje, dat is een beetje de het hele afgelopen jaar, zoals wij het beleefd hebben, in één liedje gevangen. In het begin van het jaar zag ik het namelijk even helemaal niet meer zitten met de toekomst. Toen Jan de Witte aankondigde dat hij uit onze band stapte en ook snel, toen zag ik de grond onder ons verdwijnen. Gelukkig had Jaap daar iets minder moeite mee. Die zag dat wel als een, die raakte niet snel in paniek wat dat betreft. En die zag dat als een kans. En godzijdank, echt na een week of drie kwamen wij op het idee om Robin te vragen. En godzijdank zei hij nog ja ook. En toen hadden wij ineens weer een toekomst. Robin Bloemen, dames en heren. Het was mijn jaar, Jan. Het was nu al een mooi jaar. Ik denk dat dit wel, durf ik wel te zeggen, het beste jaar van mijn leven is. Ja. Ja. Mooi. Nee, maar dat je dan bedoelt dat je nu in de 3e zit. Ook. Maar ik ben gewoon een ander mens geworden. En er is één gebeurtenis, laatst, waardoor ik echt een nieuw persoon ben geworden. Ik kan wel spreken van een Robin van voor die dag en een Robin van na die dag. En dat is nog niet zo heel lang geleden. Ik ben toen op de Margriet Winterfair geweest. En mijn leven is gewoon compleet veranderd, weet je. Ik ben met de patronis weer naar huis gegaan. Ik heb thuis de kerstboom opgezet. En hier ben ik nu, weet je. De nieuwe Robin. Wij hadden hem al gewaarschuwd. Wij hebben de Margriet Winterfair al een paar keer meegemaakt. We hadden hem gewaarschuwd. En dit is een vrouwenuniversum, dat kent zijn weerga niet. Mannen weten daar het bestaan niet van. Wij mogen daar komen. Wij mogen daar zijn. Onze hele achterbak ligt vol met goodiebags. Goodiebags en versiering, theepakketten, vriesgedroogde snap. Heel veerkant sjaaltjes. Maandverband. We hebben voor 10 jaar maandverband ingeslagen dat het goedkoop was. Afijns met een panterprintje. Afijn. Robin dus, omdat hij nu ook echt voor het eerst in het theater staat en dit natuurlijk uiteraard zijn eerste acoustic Christmas tour is, mocht hij van ons 2 liedjes uitkiezen die wij dan in deze tour zouden gaan spelen. En daar konden we dan heel goed aan merken dat hij nog heel weinig ervaring had. Want hij kwam bijvoorbeeld ook met dat kerstliedje van Queen. En dat heeft helemaal de voorrondes niet eens gehaald, want dat is natuurlijk gewoon helemaal niks. En eigenlijk, dat tweede liedje wat hij koos, is ook niks. Alleen, we willen niet de boel helemaal doodfluiten. Dus dat gaan we dan wel spelen, maar ik waarschuw jullie van tevoren. Als jullie niet meewerken met dat liedje, dan wordt het helemaal niks. Dus. Ja, zullen we het maar doen? Met dit het leukste kerstliedje, alle tijden. Feliz Navidad, Feliz Navidad.